Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie een liefdeslegging opnemen. Dus we gaan even kijken wat er op tafel mag komen. We gaan dadelijk eerst beginnen met twee overal energiekaartjes. En vanuit daar gaan we even kijken wat er verder helder mag worden. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij gaat het goed. Ik heb inmiddels te horen gekregen dat ik geslaagd ben voor mijn studie kinderpsychologie. En ik ben inmiddels verder aan het gaan met de studie kindercoach. Ook ben ik achter de schermen ontzettend hard aan het werk om een webshop op te gaan zetten. Ik heb al de nodige dingen ingekocht voor mijn webshop. Maar het heeft, het kost gewoon heel veel tijd en energie om dit daadwerkelijk ook online te kunnen zetten. Ik heb wel al een link naar mijn webshop waar dan de uitleg in staat over mijn readingen, jaarprognoses die je kunt bestellen, healingen die je kunt bestellen, privéaanvragen, dat soort dingen. Daar wordt later dus ook andere producten aan toegevoegd. Ook ga ik, als de webshop draaiende is, kijken wat de mogelijkheden zijn om mijn eigen deck toch uit te gaan brengen. Ik krijg ontzettend veel vraag naar om met waar zijn ze te koop? Ja, ze zijn dus op dit moment nog niet te koop. In de toekomst hopelijk wel. Maar ik zal jullie daarvan op de hoogte houden. Ik ga eerst beginnen met de wijsheid van het orakel voor deze reading. Tijd voor een dutje. Een boodschap in een fles. Waarschijnlijk zit je dus nu eigenlijk in een rustfase. Voor mij voelt het. Of je mag dit nog gaan doen. Dat je te veel inzet vertoont op lichamelijke vlakken. Waardoor jij dus ook meer in je hoofd gaat zitten. Er komt heel veel op je pad. Hoor ik voor sommigen. Maar je mag luisteren naar jouw lichaam. Het is af en toe de tijd om ook de rem erop te trekken, om je accu weer op te laden. Mocht jij dit fijn vinden om te doen, een dagje wellness of lekker wandelen, een warm bad nemen. Voor iedereen is dat natuurlijk verschillend. Maar probeer te luisteren naar je innerlijke stem. Je luistert naar het stukje waar jouw lichaam tot uiting geven. Voor sommigen kan het zelfs zijn dat je lichamelijke klachten aan het krijgen bent daardoor. Probeer dit te voorkomen. Probeer dit voor te zijn om dus wel de nodige rust in te gaan zetten. Dit kan dus ook betekenen dat daardoor even een stagnatie is geweest in bepaalde contacten in jouw omgeving. Wellicht dus ook contacten met liefde. Er ligt wel boodschap in een fles. Voor mij voelt het dat er wel iets onderweg is, maar dat het nu eerst even tijd is om voor jezelf te kiezen en je kracht weer te kunnen komen en weer te groeien. We hebben natuurlijk de donkere dagen weer in het verschiet. Ik merk zelf ook als ik minder daglicht heb, dat ik, dan ben ik vroeger moe in de avond. Dan ga ik lekker vroeg naar bed, terwijl voorheen dan blijf je lekker je ding doen. Nu heb ik ook een lamp erbij moeten zetten voor de reading, anders is het gewoon niet goed zichtbaar. Dus ik voel dat in het collectief dit heel erg hangt. Dat je wel echt op tijd je rust moet nemen om vervolgens weer daarna door te kunnen gaan stromen. Dit is dus even een externe boodschap buiten de liefdesboodschap, hoor ik. Oké, ik leg even de kaartjes hier neer. Ik hoop dat het voor jullie zo zichtbaar is. Ik heb mijn setting natuurlijk anders. En dan is het altijd weer even kijken en wikken naar wegen waar ik alles neerleg. Ik zal het even zo doen. Dan gaan we even met de tarot de diepte in. Nou, de kaarten zijn onstuimig, ze willen niet shuffelen. Dus er is echt rust nodig. Ja, de Hangman. Duidelijker kun je het niet hebben.
Dus eerst mag je iets vanuit een ander perspectief gaan benaderen. Je mag dus eventjes je rustmoment gaan nemen om vanuit een nieuwe visie. Ja. Je bent gefocust op iets. Ben je te gefocust op het feit dat je iemand wil ontmoeten of dat je iemand op je pad wil krijgen of iemand die terug moet komen op je pad? Maar het is dus belangrijk om eerst je eigen stabiliteit weer op orde te hebben, alvorens weer de nieuwe krachtige begin tot stand kan gaan komen. Deze valt dus wel onder de boodschap in een fles. Dus die nieuwe passievolle begin heeft te maken dus dat er wel gecommuniceerd gaat worden daarover. Ik pak even een extra kaartje op de Aas van Staven. En dat kan dus iemand zijn die al verder is in zijn proces, die misschien wel een eigen bedrijf heeft, hard ervoor werkt, weet wat hij wil, weet hoe hij dit aan kan gaan pakken. En dit eigenlijk ook als een zware last op dit moment met zich meebrengt. Het voelt voor mij dat deze persoon nu ook rust moet nemen. Ik pak even de andere tarot erbij, want ik krijg boodschap een beetje verward door. En dat is het, de energie die ik voel ook heel erg. Dat het een beetje zo van hot naar her vliegt. Ik pak even deze erbij. Wat mag ik allemaal nog meer weten over die persoon? Ja, die persoon is wel een soulmate van jou, maar hij is zo hard, hij of zij, mannelijke energie, zo hard aan het werk. In zijn situatie blijft hij maar doorvechten, doorgaan, werkgerelateerd, om iets stabiels te creëren. Maar dit weegt als een zware last op hem, op zijn schouders. Maar hij houdt zo vast aan die situatie, uit die cyclus waar hij in zit, omdat hij bang is om in de kou te komen te staan. Financiële problemen. Ja, hij moet er flink aan trekken om het financieel zijn hoofd boven water te houden. En dat is ontstaan door al die toestanden van het hele lockdown gebeuren, hoor ik. En dat weegt als hele zware last op zijn schouders. Dus ook deze persoon heeft dus eerst zijn tijd te nemen om een bepaalde visie te krijgen over waar hij nu mee bezig is. Inzichten te krijgen of dat dit nu haalbaar is voor hem om hierin door te gaan knokken. Of dat hij andere knopen door moet gaan hakken. Dus die persoon die wil heel graag met jou in boodschap of in ieder geval in contact gaan komen. Daar is ook heel veel passie mee gemoeid. Maar weet wel dat die persoon dus best wel een ballast met zich meeneemt. Wat dan ook op jou geprojecteerd kan worden. Waardoor jij dus ook een bepaalde zwaarte in jouw energie zult gaan voelen. Terwijl jij al een bepaalde stabiliteit voor jezelf hebt gecreëerd. Het is wel een soulmate. En doordat die connectie zo sterk is, voelt het voor mij ook aan dat je er samen heel erg graag voor wilt vechten. En jij zult ervoor kunnen zorgen dat die persoon eens een andere blik gaat krijgen op zijn situatie. Je zult mee gaan denken in oplossingen, wat er mogelijk is om ja, die financiële stuk voor hem achterwege te kunnen laten. Of in ieder geval los te kunnen laten. Want er gaat heel veel verdriet mee gemoeid. Heel veel last draagt het met zich mee. En die last zorgt er dus nu voor dat er een stagnatie is voor die boodschap. Dus als hij die verdriet en zijn rust niet gaat nemen, kan die boodschap ook niet naar je toe komen. Maar het is wel een soulmate. Dus er is een liefdevolle energie tussen jullie twee die tot stand gaat komen. Maar het voelt voor mij dat het nog te vroeg is in deze situatie. Ondanks dat jullie elkaar kunnen steunen en vooral jij kunt hem steunen in dit proces. Maar het moet ook wel weer in balans kunnen komen. Dat het geven en nemen in balans is. En dat jij niet alleen maar geeft om iemand op een, ja, op een stabiel niveau te kunnen krijgen. Werkgerelateerd in dit geval.
Maar op emotioneel vlak doet dit hem ook heel veel, want hij is niet voor niets zo verdrietig. Ondanks dat hij er ontzettend hard aan het werken is om zijn stabiliteit op orde te krijgen, wil hij toch die verbinding met jou aangaan, omdat het zo intens voelt, zo oprecht, zo eerlijk. Ja, hij wil die overvloed met jou weer gaan ervaren. Alleen het feit is dus dat hij eerst uit die patroon moet doorbreken. En dan kan hij voor zichzelf weer in zijn kracht staan om ook die stabiliteit aan te kunnen gaan bieden. De stabiliteit die jij hier in eerste instantie hebt verkregen om eerst even een stap terug te nemen in de situatie. En vanuit daar weer door te kunnen gaan, zal deze persoon toch op je pad gaan komen. En het voelt niet zozeer als op een dating app of wat dan ook. Maar het is meer ja, de divine timing dat die op jouw pad gaat komen per toeval. Zonder dat je beide ermee bezig bent. Want beide zitten jullie in een stuk waar je heel hard mee aan het werk bent. Hij met zijn werkstuk, jij met jouw eigen deel. Toch merken jullie dat die connectie heel intens is. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik merk dat mijn ringlamp... Even kijken. Zo kun je het iets beter zien, hoop ik. Excuses. Jullie hebben zo'n intense connectie dat het voor hem lastig is om dat los te laten. Het zal in het begin een beetje voelen als aantrekken, afstoten. Maar op een gegeven moment, als hij door dat verdrietige stuk door aan het komen is, zal hij die connectie ook kunnen accepteren. Dan wil hij er ook voor gaan werken om dus die volledigheid weer op te kunnen bouwen. Maar het is dus heel belangrijk voor de mannelijke tweeling, of tweelingziel, energie, excuses, om het wel vanuit een ander perspectief even te gaan bekijken. Niet alleen jij, maar ook hij mag dit gaan doen. Dus voor hem en voor jou is het dus belangrijk om in je kracht te kunnen staan, om hier ja, meer inzichten te verkrijgen, ook even rustig benaderen van wat is nu werkelijkheid? Wat is gecreëerd door mijn emotie? Wat heb ik in mijn hoofd erger gemaakt als wat het is? Probeer daar een filter in te maken. Op dit moment komt voor de mannelijke energie eigenlijk alles op één hoop. Jij kunt dit met hem uit gaan filteren van, nou, dit is dit stukje, oké, dan pakken we eerst dat stukje aan. Wat is het volgende stukje? En stap voor stap kom je er dan doorheen. En die overzicht heeft hij nodig en daar kun jij bij helpen. Het voelt, wat ik zei al, die energie wat ik voelde was heel onrustig, onstuimig. Het voelt voor mij zo dat door die zwaarte op zijn schouders, die last wat we net ook al zagen liggen. Waar ligt die? Oh, hier. Ziet hij door het bomen het bos gewoon niet meer. En door een frisse blik, in dit geval jouw blik ook. Dus beide een andere visie kan een nieuw perspectief gaan vormen. Waardoor er nieuwe creaties, nieuwe ideeën op het pad gaan komen. Door die samenwerking met jullie twee, merk ik wel, want hier ligt natuurlijk ook de drie van munten. Dat, ik doe zo achter de schermen hier, jullie gaan een eenheid vormen. Een stabiliteit wordt opgebouwd. Geluk wil in de toekomst weer een mogelijkheid gaan bieden. Ik pak hier nog even een liefdeskaartje op. Dus dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar weet dat voor een groot van het collectief hier wel een boodschap voor in zit. Het kan natuurlijk niet met iedereen volledig resoneren. Maar neem alleen het stukje wat voor jou passend zou zijn en laat de rest los. Dus het is wel belangrijk om aandacht te schenken aan de rode vlaggen. Voor mij voelt dit dat je wel in je kracht moet blijven staan, dat je je energie goed moet beschermen, omdat als hij in een negatievere spiraal zit,
En jullie zitten in een soulmate connectie, dat hij je een beetje mee naar beneden kan trekken. Ja, dat is belangrijk, maar uit ook je gevoel. Dus bescherm jezelf op energetisch niveau dat je niet leeggetrokken wordt. Dat als zodra hij in jouw aura komt, dat dat beschermd is, om het zo maar te zeggen. Maar gaat er gevoel spelen? Uit dit wel. Voor mijn gevoel heeft een man er moeite mee om dit uit te gaan spreken. Maar als jij je eigen daarin gaat verwoorden, als jij dat gevoel hebt. En het moet niet zo heel direct, hoor ik. Dat je niet zo woep eruit flapt en op zijn bordje gooit. Benader het rustig. Want het ligt wel in het verschiet waar hij aan wil werken. Maar het voelt voor mij nog als dat als jij het te zwaar belast op zijn bordje gooit, om het zo maar te zeggen. Dan klapt hij dicht. Dan gaat hij zich eigen terugtrekken. Belangrijke boodschap dus. Okay. Nou, lieve mensen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Je mag natuurlijk altijd een berichtje of een like achterlaten. Mocht je een privé aanvraag wensen, dan kun je even een kijkje nemen op mijn website. Beneden in de beschrijving zit een linkje daarnaartoe. Als je de titel van deze video bekijkt, dan staat er als het goed is een V'tje naast. Als je daarop klikt, dan klapt er een schermpje uit en dan kom je bij al die gegevens. Verder ben ik dus ook actief op Instagram. Wil je me daar volgen, kun je daar ook het linkje in de beschrijving van terugvinden. Ik wil jullie heel erg bedanken vandaag weer voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei doei!